Zo, hè? Zo, zo komt dat het? Ik doe gewoon zo. Hallo allemaal. Ik sta op de trap, zoals u misschien wel heeft opgemerkt. En ik denk dat iedereen die mij kent wel weet wat dat te betekenen heeft, dat ik op de trap sta. Ja. Er is mij gevraagd, wederom, een aantal woorden tot jullie te richten met betrekking tot 2023. En aan de ene kant heb ik zoiets van, ja, weet je... En aan de andere kant denk ik dan van, nou ja, ik vind het goed. Maar terzijde denk ik dan van, nou ja, weet je, we doen het gewoon niet. En dus sta ik hier met de woorden die ik tot u ga richten over 2023. Jezus, wat een jaar. Hè? Die zagen wij echt even niet aankomen. Een bevlogen jaar. Ja, ja, maar vooral een bewogen jaar. Hè? Jezus. En wat hebben we er hard aan moeten trekken, hè, met z'n allen. Hè? Ik ben denk ik ook wel heel erg trots op de mensen die echt hun best hebben gedaan om van 2023 te maken van wat het dan uiteindelijk is geworden. Dus bedankt daarvoor en gefeliciteerd. Ja, 2023. Oh, vooral wil ik u ook eigenlijk op attenderen dat ik niet heel snel onder de indruk ben. Maar dat ik nu toch wel aan het twijfelen ben aan verstandelijke vermogens van de mensen om mij heen. Vooral in Nederland. Dus bedankt daarvoor. Dus ja, ik zou zeggen namens ons en natuurlijk de rest, onwijs bedankt. En dat het maar een heel, heel sportief 2024 mag worden... Dat vind jij ook, hè? Kijk eens hoe sportief ze eruit ziet. En natuurlijk ook voor Ria Becker. Van kijk, daar heb je Ria met de Tia. En nou ja, dat gezegd hebbende wil ik iedereen een hele fijne hallo wensen. En een hele fijne hallo allemaal.